dames en heren, welkom bij mijn nieuwe vlog. Nou, het is alweer de eerste week van school, maar ik heb nou door dat er best wel vaak gepest wordt op school, dus daar wil ik het nu even over hebben. Het is eigenlijk wel een slecht begin van 2018 dat er al in de eerste week van school weer meteen wordt gepest. Nou, ik ga jullie redenen geven. Worden jullie wel eens gepest? Nou, ik wel. Weet je wat voor mij pest is? Voor mij is pest dat iemand stiekem achter me aan gaat sluipen en dan gaat hij me heel hard aantikken zo op mijn rug. Zo. En dan rennen ze keihard weg, hè. En dat is echt heel stom. En, mijn vriendje Mees, die werd toevallig gisteren gepest met Boe PSV. Boe PSV. En is ook nog voor de club PSV. Dus eigenlijk is het wat voor jou pesten is, kan niet voor de anderen niet pesten zijn. En het kan ook tegenovergestelde. Dus eigenlijk is het misschien is voor de anderen niet pesten van dat je stiekem achter gaat sluipen en dan aantikt en dan wegrent. Dat kan voor de anderen niet pesten zijn, maar voor wie jij je tegen doet, kan het wel. Dus eigenlijk is dat heel erg stom. Ik ga jullie vertellen waarom pesten moet stoppen. Nou, reden 1, hè. Pesten, dat moet eigenlijk stoppen, omdat die bron van boosheid, die wordt dan alleen maar groter. Krijg je haat. En dan, als dat echt zo dit overneemt, dan wil je echt alleen maar terug gaan pesten aan diegene. Maar dan wordt het weer hetzelfde bij die andere genen. Dus we moeten positief blijven. En reden 2. Reden 2 is eigenlijk dat bijvoorbeeld als jij iemand pest, hè, dan kan het heel erg veel verdriet. En dan wordt hij juist alleen maar gevoeliger voor misschien wel wat als iemand hem pest. Dus dan kan iemand misschien wel gevoelig worden voor als hij gepest wordt. Daarom vind ik dus dat het moet stoppen. Want als je dan door blijft gaan, dan wordt hij echt heel, misschien wel een bang kind. Reden 3. Ze kunnen daar heel erg onzeker van worden. Dat is echt geen leuk leven hoor, zal ik je vertellen. Dat heb ik ook 5 vorig jaar. Reden 4. Nou, bijvoorbeeld, je kan ook dicht bij de juf spelen. Dus bijvoorbeeld, je bent nu op school, hè? En je hebt ergens bijvoorbeeld een plein. En de juf is heel dichtbij. Dus bijvoorbeeld, als je gaat spelen daar zo, bij de juf. En iemand pest jou, dan ziet de juf het. Gelukkig. En als iemand je pest, moet je niet bang zijn. Want de pesters, die zijn zelf onzeker en jaloers. Dus eigenlijk zijn de pesters bangscheiders. Dus als je gepest wordt, dan moet je het aan papa en mama vertellen en aan de juf. Daar hoef je je helemaal niet voor te schamen, want je bent stoer als je het vertelt. Ben je wel eens gepest? Laat het beneden in de reacties weten. En abonneer, laat een like achter en klik op het belletje zodat je nooit een filmpje mist.